Hallo allemaal, wij zijn op dit moment aanwezig bij hockeyclub IJsseloever te IJsselstein. Achter mij wordt een hockeyclinic gegeven door de beroemde David Hart. Hij speelt bij Utrecht Kampong Hockey, is officieel Iers en speelt ook vaak voor het Ierse nationale team. Hij is keeper, geeft les aan de keepers van deze hockeyvereniging. Vandaag de ABC en D'tjes. Op dit moment achter mij de C en D'tjes. De kleintjes vinden het hartstikke spannend. Het is natuurlijk ook heel spannend. En wij zijn benieuwd wat ze vandaag gaan leren. Ik sta hier met... Manon Jacobs. Carla van der Laan. We staan bij de hockeyvereniging. Achter ons vindt nog steeds de clinicfase met David Hart. Jullie kinderen zijn ook bezig daar. Is dat leuk? Spannend voor ze? Spannend valt wel mee, denk ik. Ze vindt het gewoon leuk om te doen. Ja. Leuk. Ja. Want ze keepen allemaal, zoals ik heb begrepen. Is het nou zo dat als jullie hierheen gaan, dat het voor jullie ook iets extra's geeft? Dat je kind op zo'n hockeyvereniging zit en dat er dan zo'n clinic van iemand uit het buitenland wordt gegeven? Ja, een clinic is altijd leuk. Dan horen ze weer iets anders dan van de eigen keeperstrainer. En ja, dus dat vindt ze altijd leuk. Dus dat is eigenlijk wel echt een extra wat de hockeyvereniging IJsselstein biedt dan? Absoluut, ja. Helemaal mee eens. Ja? En jullie gaan ook elke zaterdag, zondag naar de wedstrijden kijken? Of, Tot zaterdag beperken. Is al genoeg in de hele week. Ja. Want jij hebt er 3 of 4, hoorde ik. Ja, heb ik er, ja. Nogal wat te werk. Oké, nou bedankt. Goedenavond allemaal, we staan hier bij HCI met de grote ster van vanavond. Hallo, ik ben David, but I'll do this in English. My name is David, I'm Irish, I play for Kampong here at Ain, and I'm also in the Irish national team. Ja, dus even kort wat hij zei is David Hart, hij speelt voor het Ierse nationale team, want hij komt oorspronkelijk uit Ierland, maar hij speelt op dit moment bij Utrecht Kampong. Hij geeft vanavond clinics hier bij de HCI. How did that happen? You give clinics here in IJsselstein, you're from Ireland, you play in Utrecht, now you're here. I know, it's all pretty strange, isn't it? No, I always wanted to play hockey abroad, and the Hoofdklasse here in the Netherlands is seen as probably the strongest league in the world. So for me, when I finished my studies, I always wanted to play hockey abroad. So I thought when I got an opportunity, I was invited to a club in Bilthoven, SC Hasse, and I played there for 2 seasons before joining Kampong. Je vertelde ons dat je altijd al wilde hockeyen in Nederland, of in ieder geval in het buitenland, nadat je in Ierland je studie had afgemaakt. Je hockeyt nu hier, maar wat doe je in de rest van je tijd als je niet aan het hockeyen bent? I'm also a teacher here in the Netherlands. Part-time teaching the international school Utrecht for the last 2 years, but this year, unfortunately, because it's an Olympic qualifying year, I won't be able to do so. But for the last couple of years, I've been a teacher of science, biology and PE, or as you guys say here, gym. Very good, very good. Nee, goed, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen. Olympisch jaar, spannend ook voor Ierland. Denk je dat jij de kwalificaties doorkomt als keeper dit jaar? I sure hope so. In 2012 we played an Olympic qualifying tournament and we lost with 7 seconds to go in the final to South Korea. So hopefully we can go one better this year and make it all the way to Rio. En als het Nederlandse team nou wint, sta je dan ook te juichen? Ja, yeah, of course. Want heel veel van je teammaten uit Utrecht Kampong, die staan erbij of die spelen misschien wel het Nederlands elftal. Ja, yeah, there are many players in the national team at the minute. So of course, even the World Cup that was here in the Netherlands only a couple of months ago, I was really hoping for them to go and get the gold. Silver obviously we had to do for them for now, but of course always supporting my teammates. Hartstikke leuk om te horen. Je geeft hier nu clinics. Is het leuk om les te geven aan de kinderen in Nederland? Yeah, absolutely. You come here and you see what there was tonight. There was almost 20 kids, goalkeepers, loving what they were doing, really enjoyed it. And of course, the enthusiasm behind it because of hockey being so big in the Netherlands. It's always a pleasure to teach and give clinics to the kids. Want heb je dat in Ierland ook gedaan, kinderen les geven? Yeah, absolutely. But again, when the sport isn't so big like it is here in the Netherlands, it's a bit more difficult to get large numbers like this, but also the facilities to do so. So IJsselhoever here is a fantastic facility, and it's been brilliant that we've been able to do this here tonight.
Nou, wij vonden het in ieder geval hartstikke tof dat je kon komen. Nog een vraagje. Stel je nou voor, jouw hockeycarrière loopt op een gegeven moment een keer ten einde. Ga je dan gelijk terug naar Ierland? Of kunnen we je dan nog wat jaartjes in Nederland houden? I think there's an expression in Dutch, je weet maar nooit. But yeah, we'll have to wait and see what happens. But of course, I really enjoy my time and staying here in the Netherlands. So who knows where I'll end up. Nou, in ieder geval vast bedankt voor de clinics. Nog succes met de komende clinic. En heel veel succes met de kwalificaties voor Ierland. Yeah, absolutely. Thank you very much and thank you for being here. Graag gedaan. We staan hier bij HCI met Gabi van der Kooi. En achter ons begint alweer een volgende clinic volgens mij met een Ierse keeper, David Hart. Ja. Hoe komt dat nou zo? Nou, ik heb David leren kennen tijdens het WK hockey in Den Haag deze zomer. En ik bracht hem een keertje thuis. We waren allebei vrijwilligers. Ik bracht hem thuis en hij vroeg, wat vind jij nou een mooie stad in Nederland? Toen zei ik, nou, IJsselstein. Daar ben ik nooit geweest. Ik zei, nou, als jij nou een keer naar IJsselstein komt om een clinic te geven bij mijn keepers, bij ons op de club, dan neem ik jou mee uit eten. Nou, dat is goed. Dat is een goede deal, lijkt mij. Ja, vond ik ook, ja. Dat is het enige wat het ons kostte. Een etentje met David en de twee hulpjes, de hulptrainers en met mij. Dat is nog eens een goede deal. Want ik zag dat jij vandaag ook mee had met de training. Is dat anders dan normaal? Dat is zeker anders dan normaal. Normaal ben ik alleen maar teams aan het trainen. Dus de spelers. En natuurlijk zit daar ook wel een keeper bij. Maar daar ben ik niet anderhalf uur mee bezig. En nu was het ook wel eens leuk. Ik heb wel vroeger gekiept. Dus ik ken het wel een beetje. Oh, dat maakt het dan wel extra leuk, denk ik. En wat, jij bent natuurlijk zelf trainster. Maar wat vind je van David Hart? Is hij goed in het doseren van kleine kindjes en grotere kinderen? Ja, ik vind dat hij heel rustig uitlegt. Het is voor de kinderen soms een beetje lastig, omdat het vaak wel in het Engels is. Maar gelukkig waren wij erbij om in ieder geval het Nederlands nog eventjes te vertalen. Want dit is, ik weet niet of dit vaak gebeurt in Nederland, maar het is toch wel een pre dan denk ik voor hockeyclub IJsselstein dat er nog eventjes een buitenlandse keeper van Ierland hier kon training geven. Ja, kijk, David speelt zelf bij Kampong en dat is een club waar heel veel IJsselstein mensen, IJsselhoever kinderen, wel eens gaan kijken. Dus dat is wel heel leuk. Je ziet hem en dan de volgende dag word je door hem getraind. Dus dat is hartstikke leuk. Voor herhaling vatbaar. Wat mij betreft zeker. Goed om te horen. Nog een etentje plannen dus. Ja, ja. In ieder geval, jullie gaan nu nog eten vanavond? Wij gaan lekker uit eten straks. We stinken wel, denk ik. Nou, er zijn hier douches toch? Nee, ik ga even snel eronder. Ja, maar ik heb niks. We hebben allemaal niks schoons bij ons. Maar dat maakt niet uit. Gaan we gewoon achter in het restaurant zitten. Gaat om de lol. Veel plezier in ieder geval nog bij de tweede clinic. Dankjewel, dankjewel. Met een aantal meiden van de hockeyvereniging Club IJsselstein van de D en 1 van de C. Geef jullie na een vraag. Wie ben jij? Frederiek. Jamie. Feline. En? Lotte. Mette. Iboja. Jullie hebben net een clinic gehad van David Hart. Die komt helemaal uit Ierland. Heb je veel geleerd? Ja. Wat heb je geleerd dan? Dat je je handen voor je moet houden en dat je ook dat we bij de strafbalstip konden keepen. Oké, okay, en heb jij nog iets anders geleerd? Nee, niet echt. En jij? Iets rechter staan. Niet recht. Deze door je knieën. Door je knieën, niet recht staan? Nee. Oké, okay. Nou dat had ik niet gedacht, want dan kun je toch helemaal niet boven in het keepersdoel? Of hoe gaat dat dan? Dan moet je een beetje springen. Ah, met zo'n zware outfit aan? Het is niet heel zwaar. Oké, okay. En vond je het ook leuk? Ja, heel erg. Is het anders dan normaal? Ja. Want je leert meer dan normaal met de keeperstrainingen. Ja, want normaal heb je ook altijd al training met de keepers. Maar je traint natuurlijk ook met je eigen team. En dat is heel anders, want die staan allemaal niet op het keeperschool. Maar is het wel leuk? Is het ook, ben je nu nog meer van plan om later ook in de keeperschool te blijven staan? Een hele goede keeper te worden? Ja. Ja, keeper is echt wat voor jullie? Ja. Dus ik sta hier met de toekomstige keepers van het Nederlands elftal van de vrouwen? Ja. Gouden medaille? Ja. Hartstikke goed, meiden. Veel plezier nog vanavond.